Goed, 200 lulke boerinnen hebben je hoort in Den Haag een petitie om weer in het protest in het voorstel om Kelsies na de geboorte langer bij de men te houden. Een motie, maar die strekking van de Partij van de Dieren is toch de Kamer oornomen. Maar nevens de boerinnen slaan de plan heel nog nergens op. Van de moor vlak voor de achten samelen de boerinnen uit het noorden haar op het Jereveen voor de tocht naar Den Haag. De brede stiepe voor de moosje van de Partij voor de Dieren had haar bot verrast. We hier nooit dacht dat dit oorname worden zou. Ik ken er zelf net bij. Maar hij is al oorname, hoe maakt het nou? Ja, wij hopen dat ze het dan eens een keer goed naar sjoegen en dat zij op een of andere manier u toch de mogelijkheid aan kennen dat, dat wij het zelf bepalen kennen. Stel je voor dat het net gebeurt, wat dan? Ja, dat hopen we net en we moeten maar afwachten. Nienke Koopmans, u tiet zeker zien van de boerin die het sjoert mag weer naar Den Haag. We stocht naar op een boerkerij. Is katje. Het is een duister ritueel. Het wannen van de kjeltjes bij de amer en in de trogen. De kjeltjes die het krekt smieten binnen, krijgen de eerste memme malken, de biest, maar de flessen. Zij ontstiet van het begin al een band tussen keel en meesk. Het is op. Het is naar je haar. Ik verzwarg je hun voornamelijk. Dus ze haar vooral maar mee te dwaan. Als ze er 4 dagen bij is, dan geven ze roppen en razen om die koe. En dan krijg je juist dan krijg je een heel soort stress, wat echt heel slecht is voor beesten. Ook economisch zet de moosje de boeren voor een groot dilemma. Dus Nederlandse stal binnen gewoon ik net op inrucht en dan zoest het heel erg oorzaammaten. En dan zoest volle minder melken krijgen. Dus economisch jongen is dat gewoon net haalbaar. Mevrouw Koopmans snapt niet van de moosje. Boeren wil je net samen, zei ze. Je groeide mij op en bent zo'n dagen in de week met het wolwezen van de bisten dwaande. Daarom rekken tussen boeren gewoon in het hart dat er dan in Den Haag zijn we, toch waarschijnlijk mensen die nog nooit van hun leven en daar verantwoordelijk zijn voor de verzwarging van een keel, dat die zeggen, hem doet het gewoon helemaal verkeerd. Wat je hem doet is slecht voor de kelm. En dat is gewoon pertinent, dat weer.